Ja, daar zijn jullie weer. Welkom bij Budding's Autovlog. Mijn naam is Werner Budding en ik ben nog steeds in Tokio op Haneda International Airport om precies te zijn. En dit is een luchthaven zoals een luchthaven hoort te zijn. Ik weet niet of je ooit wel eens op zo'n Afrikaanse luchthaven bent geweest. En zelfs de sommige Spaanse en sommige Portugese luchthavens, daar kunnen ze er wel van. Daar is het een en al hectiek. Een hoop herrie, schreeuwende mensen, omroepers die door elkaar heen kakelen. En hier hoor je zo goed als niks. Aan de bovenkant hebben ze een soort van akoestisch systeem gehangen, waardoor al het geluid dempt. Als er dan, zoals nu, iets wordt omgeroepen, dan klinkt dat netjes ver weg. Maar toch duidelijk genoeg. Ja, zo moet het zijn. Maar goed, ik kan er een poosje van genieten. Ik ben namelijk veel te vroeg. Ik heb minimaal een uur of drie de tijd hier. En ik ga het mooi vernemen om jullie, middels het routeboek, te laten zien wat ik ga doen vanaf Darwin. Loop even mee. Kijk, dit is het routeboek, de Land Rover Experience Tour. En dan meteen wel even iets grappigs. Hierboven heb je Darwin, we vliegen een klein stukje naar beneden en dan gaan we dus rijden deze route vanaf de Great Sandy Desert, die woestijn dus. Uiteindelijk 6 etappes later hier Uluru, oftewel AS Rock, vlakbij Alice Springs. Nou, dat is dus zeg maar het hart van Australië. Maar het grappige is dat een jaar of pak een beetje 18 geleden Dick Braakhek ook voor Autovisie vanaf de westkust is gestart. Ook met Land Rovers, destijds natuurlijk andere dan nu. Wij gaan nu met een Discovery Sport. Hij deed dat met de voorgangers daarvan, ook Discoveries. En hij reed vanaf het westen over deels dan de Gun Barrel Highway ook naar Uluru. Zelfde land, zelfde merk, maar een totaal andere belevenis. Het is een beetje een hobbelig vluchtje. Is dat een behoorlijke tegenwind? Ik ben net voorbij Japan. Ja, dat kun je hier goed zien. Fukuoka. Dan gaat het in de richting van Taipei. Zuidwesten, moet even nadenken, langs Hongkong, de hele tijd over zee, over de Filipijnse zee. En dan afzakken richting Singapore. Singapore landen, een paar rondjes wachten, een uur of drie denk ik, om door te vliegen dan naar Australië. Dan is het, ik ben bijna de draad kwijt, dan is het zondagochtend 3:30 in Singapore. Daar drie uurtjes wachten, dus dat maakt 6:30 en dan volgens mij of 6 vliegen nog, eigenlijk volledig over Indonesië. En dan, kijk, hier kun je het weer goed zien. Dit is één streep richting het zuidwesten naar Singapore. Maar goed, en daarna dus naar Darwin. Ja, zijn we dan. Singapore. En weer wachten. Wat ik aan het doen ben, ik heb de kwalificatie gemist van de Grand Prix van Mexico. Probeer ik hem even terug te kijken, maar dat staat er allemaal weer niet op, hè. Ontzettend vervelend is het, hè. Hé, maar kijk eventjes hier. Daar in de lucht. Ja, ook. Maar hier. En als je daar helemaal die gang door kijkt, het is allemaal Merry Christmas. De zomer is net voorbij. Amazon, naar Darwin, op zee, op een bootje. Dit is dus Australië. Welkom. En hoe zit je erbij? Waar zit je hier? Een heleboel krokodillen. Ik weet niet of die oesterschelpen lusten. En die komen dus soms naar de kant. Er stond er net een kerel te vissen. En die schipper hier zegt, dat is gevaarlijk. Nooit doen. Niet hier aan de kant gaan vissen. Op een verhoging staan. Want die krokodillen, als ze honger hebben, hebben ze dit deel van het jaar niet. Als ze honger hebben, knallen ze die kant op. En dan ben je weg. Dus wij zitten veilig. Hey, maar morgen gaan we met een klein vliegtuigje een stukje naar het zuiden. Een heel klein stukje. Landen we in de woestijn. En dan gaan we echt rijden. Vliegen met twee kleine propellervliegtuigjes, daar gaan deze banden in, dat is nog tot daar naartoe. Er gaat ook daar wat water in. Maar nou zijn we in het Northern Territory en daar is alcohol verboden. En daarvoor in die blauwe kisten zitten biertjes verstopt. En die biertjes zitten dan weer in een andere verpakking. En die gaan dan zo het vliegtuig mee in, zodat we vanavond toch een klein biertje kunnen drinken. Hey.
Dat is mooi, maar ook water. Kijk, ook water. Dan eindelijk rijden. Wat heb jij allemaal bij, Erik? Heel wat filmapparatuur. Ik ben nog even de laatste wifi-signalen aan het binnenhalen. Want daarna is het gewoon helemaal niks, hè? Begrepen. Geen wifi. Geen bereik. En een service truck. Dat is het Land Rover feestje, de Land Rover Challenge Australië. Dit is wel serieus, zeg. Het is dan een en al leegte. Af en toe een termietenheuvel. En dan weer leegte. Dan weer een termietenheuvel hier. En een handvol landrovers. Nou, gaaf. Jerky, is dat Erik? Ja, niet heel lekker, dat is één ding. Tim, wat vind jij ervan? Ik vind het echt super lekker, man. Ik ook, ik vind het heerlijk. Ik vind het jerky. Dus, nog een stukje? Ja. Het ziet er een beetje rubberachtig uit. Hele rare textuur. Dit is gedroogd kangeroevlees. En een beetje kruiden. Nou. Beste te eten voor 2014. Is het heel erg? Zo onwaarschijnlijk heet hier. De zon staat er nu bijna recht boven. 44 echte graden. Oh. En dan permanent een soort van harde wind. En die wind is ook nog eens gewoon heet. En dan is dit de build-up, zo noemen ze dat seizoen. Je hebt eigenlijk twee seizoenen. Je hebt het droge seizoen en het regenseizoen. En dit is eigenlijk in de aanloop naar het regenseizoen. En je ziet dat het allemaal wat geregend heeft. We zijn hier en daar, kijk dit ook. Dat is een heel klein beetje aan het uitlopen. Dan krijg je hierna dus het regenseizoen. En dan wordt het een hele vieze modderbende. En dat daar, de... Ja, oude Discovery, de originele Discovery, die binnenkort vervangen wordt. Dat is de begeleidingauto en daar hebben ze er een paar van. Nog weer sterker dan de Sport die je hier ziet. Die hebben wel te leien hoor. Die doen allemaal deze van ons. Klein dingetje eraf en ze hebben allemaal plekjes en butsen, maar ze doen het en ze blijven het doen. Je ziet het, de zon zakt. Het worden niet minder vliegen en het blijft net zo heet. Het is bijna avond, 5:45 is het. En het is nog steeds 43 graden, maar dat is niet het enige probleem. We hebben een lekker band hier. Niet helemaal plat, maar wel bijna. Het moet op 2,6 staan. Er zit natuurlijk zo'n meter in, hè? Zo'n bandenspanningsmeter. En hij staat op 1,7, dus het zakt fors. Nou kunnen we twee dingen doen. We kunnen die daar vanaf halen en hieronder zetten. Maar we hebben besloten om even te wachten, want ze hebben een truc aan. En die heeft een compressor. Dan blazen we hem op en dan moet een kilometertje of 40 nog tot het kamp. Dan gaan we halen op die band. En dan kunnen we daar gewoon even rustig die band vervangen. Dat is beter dan dat we dat hier doen. Natuurlijk niet tanken hier, snap je wel. Daar een mega tank en dan aan de andere kant nog één. En dus krijgen alle Discoveries een litertje of 15 erbij, zodat ze vermoedelijk, ik hoop het, een tankstop kunnen halen. Helemaal eind van de dag. Dat daar is Erik van Vuren en hij filmt dit samen met mij voor autovisie.nl. Twee delen komen er. Voor degenen die nog niet zo heel veel hebben met video, de fotografie, inclusief 10 pagina's tekst, zul je zien in Autovisie Magazine.
Vind je wat, Erik? Vind je het leuk? Ja, wel naar mijn zin. Gaaf, hè? Ja. Hoe doe je dat met je apparatuur? Ja, het is wel een uitdaging, hè? Het is wel aardig, de stof komt aardig omhoog en het gaat overal zitten waar je het eigenlijk niet wil hebben. Ja, dus dit is een gaaf ding trouwens. Ja, kunnen we mooie stabiele beelden mee maken. Lekker snel werken en lekker compact. Even wachten hier, hè? File. File, ja. Hey. File in de Outback. Hey. Alweer filebudding. Ja, dat is niet te doen hier. Die Outback. Wat een drukte, man. Gek van. Even op de beurt wachten. We zitten droog. En het is best een aangenaam temperatuurtje inmiddels. Even kijken. 40 graden. 40 graden. Het is 10 voor 9. 40 graden, lekker. Ja, we hebben natuurlijk hier in Nederland zo'n afsleepdienst. Wat er ook is, je wordt altijd geholpen. Desnoods tegen betaling. Hè? Maar dat kennen ze hier niet. Dus ze kennen hier geen afsleepdienst. Ze kennen hier eigenlijk zelfs niet eens tegenliggers. Wij rijden hier nu al 2 dagen rond. Dat is echt niet geloven. 2 dagen rond. En we zijn niemand tegengekomen. Ook niet 3. Auto's of 1? Nee, 0. Behalve, want hier staat er nog een. Deze 2. Die staan hier dus al heel lang en het lijkt erop dat deze 2 bestuurders elkaar wel zijn tegengekomen. Ja, dat verwacht je dan niet. Dan krijg je grote brokken. Maar goed, als zoiets in Nederland gebeurt, dan wordt het opgelost, geregeld. Hier niet. Er is nu dan toch wel een probleempje aan het ontstaan, want het overnachten, dat gebeurt op een campsite. Dat is dus eigenlijk geen camping, wat je misschien zou denken, maar dat is een vlak gedeelte waar je dus zo'n lijkzak, zo'n swag waar ik in slaap, die kun je daar neerzetten. Vrachtauto erbij, dan gaat de barbecue aan, vlees erop, biertjes erbij. Maar die campsite, die was er vorig jaar tijdens het verkennen van de tocht, was die er nog? Nu is die er niet meer, dus... We gaan nu dus kijken, je ziet daar in de verte die lichtjes. Daar komen discoveries aan. En dan, ja, het is een beetje lastig wel. Inmiddels is het donker, dus het is wat moeilijk om zo'n plek te vinden. Maar waarschijnlijk gaan we individueel ergens hier in de bush liggen met onze swag. Even vragen aan de jongens hier binnen in de auto. Boys, ik heb slecht nieuws. Oh ja? We slapen hier in onze swag, langs de weg. Want? Ja, de campsite is weg. Ja, hoezo is weg? Hoezo is weg? Is er niet. Er is geen campsite, geen vlak gedeelte. Maar waar is de vrachtwagen? De vrachtwagen met het eten en het vlees en het bier. Bier, dat vooral. Zoek. Zoek? Zoek. Wat gaan we eten? Ik weet het niet. Een appel en een blikje sinaas. Nou ja, of we bellen Freek Vonk. Die weet wat je hier kunt eten. Ja, ja, tering grote vis. Goedemorgen. Mooie nieuwe dag. En kijk daar dan. Een enorm zoutmeer. Dus het is in bepaalde momenten van het jaar nat, het regenseizoen. En als het dan opdroogt, dan laat het een laagje zout achter. En wat je dan krijgt is een hele mooie, spiegelgladde zoutvloer. Prachtig, hè? Dan naar de zon. En de zon is er vandaag ook gewoon weer bij. Dat is eigenlijk wel fijn. De boel een beetje te verlichten, een beetje op te warmen. Het is toch elke keer weer een cadeautje, die zon. Terwijl je er hier soms anders over denkt. Vuren staat daar te filmen op het dak van de truck. Het is niet te geloven. Het lijkt wel alsof als die zon aangaat, alsof dat de schakelaar is, een wake-up call voor alle vliegen. Zo, jongens, jullie mogen weer. En ga dan ook vooral op de neus van Werner Budding zitten.
Allemachtig. Wat een kutbeest, zeg. Daar word je echt helemaal niet goed van. Jeukt. Wow. Goed, dan gaan we verder. Daar moeten we naartoe. Gravelweg. Noemen ze ook wel een highway hier. En daar komen we vandaan. In de verte komt er nog eentje aan. Maar dit bord. Dit zegt alles natuurlijk. Het is niet eens een bord, het is een oude band. En daar staat het Balco Hill. En Balco Hill is dus waar we zijn gestart. Meer dan 2 dagen geleden. Dan staat dit bordje er dus. Balco Road. En als je dan een hele poos aanhoudt, heel lang en nog wat langer en een paar keer slaapt en zo, en dan kom je uiteindelijk op de bestemming die daarop staat. Dat zijn nog eens verkeersborden. Zo, weg uit het niemandsland, uit het grote niks. We zijn in Kiwikura. Dat is een Aboriginal dorp. Helemaal aan denken om hier leven te slijten. Het is er wel mooi om het even te zien, om er doorheen te komen. We moeten ook tanken. Nou, dachten we, dat is wel fijn. Dan kunnen we misschien ook eventjes wat lekkers halen. Zo, hè. Je zit toch een poosje in die auto. Nou, hij heeft niet zoveel. Onze Chris. Dit is de zogenaamde Dirt Road. Dat is voor Australische begrippen geen verkeerde weg. Ja, wij vinden het niet wat, maar dit is op zich wel goed hoor. Dit is een doorgaande weg. En wat ze wel mooi hebben gemaakt, de zijkanten waar wij dus vangrails hebben, die zijkanten daar en aan die kant ook, dat is hier de vangrail. Op het moment dat je naast de weg komt, bijvoorbeeld in slaap valt, wat hier nog alles gebeurt, dan kom je dus in dat zachte gedeelte. En dat remt dan af, tenzij je er dwars in komt en dan gaat de auto rollen. En dat is dus wat je met enige regelmaat ook ziet. Kijk, dit zie je hier ook. Ja, ik doe nog dicht als die erbij is. In Australië. Stap even uit. Ik zou hem nu dicht moeten doen, anders gaat alles erin. Dit is een hele beste. Een road train. We zijn er weer. Vliegen. En we hebben toch een klein probleempje opgelopen. Het is een typisch geval van een lekker band. Ja, weer een Australisch dorpje. Wallunguru. En dat is eentje van de vele. Waren het dat dit toch een beetje anders is. Wat hier vlak buiten gelegen is een airstripje. Dan moet je denken aan een onverharde strook waar vliegtuigen op kunnen landen. En daar is de office van Flying Doctors. En voor degenen die niet precies weten wat dat is. Vroeger was er een tv-serie, maar ze bestaan ook echt. De Flying Doctors, dat zijn doktoren. Die vliegen met kleine vliegtuigjes naar afgelegen locaties om daar te doen, ja, waar ze goed in zijn. Het repareren van mensen, het genezen van mensen, hulp bieden aan gewonden, aan mensen die ziek zijn. 3 vliegtuigjes zijn er op die airstrip. Met even zoveel doktoren. En nou wil het, wij zouden daar naartoe gaan, we zouden wat interviews doen, we zouden die vliegtuigjes bekijken, we zouden praten met die doktoren. Er zijn diverse meldingen gekomen vanochtend en alle 3 die kistjes, die zijn de lucht in, weg. Dus het is heel eventjes de vraag of er eentje op tijd terug is, zodat we alsnog dat interview kunnen doen. Als dat niet het geval is, dan rijden we verder. Rijden we verder naar het volgende kamp. En dan neem ik mooi eventjes van het moment gebruik. Dit was Budding's Autovlog. Bedankt voor het kijken. Volgende week zondag ben ik er uiteraard weer. Maar er is hier zoveel te zien en zoveel te doen, dat we tussendoor ook met een aflevering komen. Waarschijnlijk dinsdag of woensdag. En dan zie je meer van de Outback. Dan zie je ook meer van Sydney. Want ja,
misschien kennen jullie hem, de Holden Ute. We hebben er eentje geregeld. Dus even de vraag of het lukt. Ik denk van wel, een Dickerts met een V8. Daar gaan we mee rijden in de omgeving van Sydney. Ik ga jullie Uluru laten zien. Ik ga jullie Alice Springs laten zien. En we gaan op zoek naar een Cars and Coffee editie, zoals ze dat in Australië doen. Dat en meer dus niet volgende week zondag, maar dinsdag of woensdag. Ik hoop dat ze in Sydney minder vliegen hebben. Ik word er echt knettergek van. En na Australië gaan we door naar Nieuw-Zeeland. Maar dat duurt nog een hele tijd, dus dat komt daarna wel weer. Tot over een paar dagen. En deel hem, hè, als je wil. En doe een duimpje omhoog en zet hem op Twitter en eventueel op Facebook. Bedankt voor het kijken. Tot snel.